Studio Brussel. Dit is de nieuwe hotshot. Het is 8:09 op maandag. En maandag, dat wil zeggen dat het een nieuwe hotshot is, die we ja, meestal wel al eens gespeeld hebben op dit uur. Maar ik wou nu echt per se wachten. Waarom? Omdat de maakster van de gloednieuwe hotshot van Studio Brussel van deze week gewoon hier bij ons in de studio zit. Een heel erg goedemorgen. Dag Sella Sue. Hallo. Sanne, goedemorgen. Ça va? Is het te vroeg voor jou of valt dit wel mee? Veel koffie en dan lukt dat wel. En dan lukt dat wel. Ja, je hebt wel wat te doen vandaag. Je gaat wel langs bij heel wat radiostations natuurlijk met een gloednieuwe single. Wat leuk dat die er plotseling is. Mm-hmm. Ja, is er iets speciaals dat we moeten weten over Alone? Want dat is hem dus. En dat is ook onze hotshot deze week op Studio Brussel. Is er iets dat we erover moeten weten? Het is een zeer melancholisch, rustig, donker nummer eerst. Ja, ja. Dus heel traag ook. Maar ik dacht, ik wil niet een hele plaat vol van dat soort. Dus mijn producer besproken, oké, wat kunnen we meer uptempo maken? En ik dacht echt van, blijf van Alone af. Maar hij is er toch aangekomen en het is echt nu uptempo. En ik voel zelf echt zo... Wat moeilijkste ooit is een credible uptempo nummer. En dat was echt mijn goal. En dat is wel gelukt voor mij. Ik vind het wel cool om te horen dat het eigenlijk inderdaad een soort sad song was. Het is een kei toffe single eigenlijk. Als je hem hoort voor de eerste keer, al onmiddellijk denk je van, oh, dit is fijn. En ben je al bijna aan het meezingen en zo. Dus dat is wel interessant om te weten inderdaad dat het eigenlijk wat een donker nummer was in oorsprong. Ja, samen met de single zijn er nog wat andere nummers die uitkomen op een soort EP'tje als voorloper van de nieuwe plaat. De nieuwe plaat, dat is voor volgend jaar, neem ik aan. Daar ben je hard aan het werken. Yes. En op die EP, daar staan nog wat andere nummers op. Waarop? Een samenwerking met een heel coole kerel. Mm-hmm. Ja, ik ben zelf geen mega hip-hop fan. Ik apprecieer het, maar het is niet dat ik totally into hip-hop ben. Maar Childish Gambino, dat is de coolste rapper in de hele wijde wereld. En daar heb jij een nummer mee gemaakt. Yes, echt wel. Hoe was dat? Ah, wel, dus ik ben eigenlijk een paar maanden samengewerkt met zijn producer, Ludwig Göransson. Die woont in Los Angeles, maar die is eigenlijk van Denemarken. En die twee werken al jaren samen. En ik had één nummer wat echt voor een featuring vroeg. En Childish Gambino, die woonde ook kortbij, beste vrienden, dit en dat. En die had al gehoord van mijn muziek en wou graag iets samen doen. Cool. Dus hem naar de studio gehaald en dat was echt in 10 minuten was dat, echt? Dat gebeurd. Dus ja. dat was wel echt een duidelijke klik, zoals ze zeggen. Dat was echt een ongelofelijke klik, echt waar. Is dat iets waar dan misschien later nog meer samenwerkingen van kunnen komen? Sowieso zelfs. Och, dat is wel heel erg cool. Maar we beginnen bij het begin natuurlijk, Sanne. En dat is... onze hotshot hier op Studio Brussel deze week. Alone, gloednieuwe single van Sella Sue. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden eigenlijk vooral. Dus sms maar naar 6030 voor een halve euro per bericht is dat. Sms maar wat jij ervan vindt, de gloednieuwe Sella Sue. Is het goed, is het slecht, waarom, wat is er beter, wat moet er nog beter, wat kan er nooit meer beter omdat het zo geniaal is. Laat het vooral weten, jouw mening, die wil ik horen. Sms'en doe je naar 6030. En we gaan er vooral naar luisteren nu. Dit is Alone van Sella Sue. Brussel. Dit is een week lang onze hotshot. Studio. Studio Brussel. Life is music. It's music. On the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Me the day you abandoned me.
Jessem, onze gloednieuwe hotshot, de nieuwste van Sela Su Alone. Ben je daar klaar voor de kritische mening? Best daar, beste Sanne. Ik ga gewoon een paar sms'en voorlezen die er zijn binnengekomen. Bart heeft bijvoorbeeld al gestuurd. Oei, spontane zaadlozing. En dat om 7:15. Dat zal wel positief zijn. Plaatje vanaf de eerste seconde heeft Karen ook laten weten. Meteen verkocht, zegt Sophie. Ik was nooit van, maar nu wel. Dus voilà, dat is goed af voor Sanne, staat er ook nog bij. Sanne, jij bent helemaal niet alone. Zalig nummer. We blijven je altijd steunen. Kus het meisje van het dekentje. Geen idee wie dat precies is. Female George Michael wordt er hier ook gestuurd. Dat weet ik niet precies. Female George Michael, dat zal wel een compliment ook zijn, zeker? Ja. Kijk cool, zegt ook iemand. Een mix van Sugar Babes, TLC en Victoria Beckham. Dat is wel speciaal. Dat is wat bijzonder. Ook eerlijk, iemand die sms't hahaha. Dan kan je dat ook nog opvangen zoals je het wilt natuurlijk. Dit mag ze thuis wel eens in de badkamer komen zingen. Wauw, wat een vrouw en wat een zangtalent. Zalig, topschijf en topvrouw. Klasse song heeft ook Saar nog ge-sms't en zo blijft het maar binnenkomen. Ik denk dat we kunnen spreken van een officieel erg aangename hotshot. En ik wens je er veel succes en veel plezier mee, Sanne. Dank je wel.